De gemeente Nijmegen heeft extra voorwaarden gesteld voor de 3 horecagelegenheden die in het natuurgebied Ossewaard moeten komen. De Ossewaard is gelegen rond de oversteek op het eiland Veurland. En de voorwaarden moeten duurzaam ondernemen garanderen, maar maken het ondernemen wel erg lastig. Een van de voorwaarden is dat er maar een bepaalde hoeveelheid afvalwater geproduceerd mag worden, omdat er anders riolering aangelegd zou moeten worden. Wat weer verboden is, omdat het gebied beschermd is. Een andere voorwaarde stelt dat er geen gebruik gemaakt mag worden van dieselgeneratoren of houtverbranding om energie op te wekken. Ook is er geen elektriciteitsnet in het natuurgebied. De stroomvoorziening zal dus op een milieubewuste manier verzorgd moeten worden.